Maar het weer van de afgelopen dagen heb je misschien wel zin in een beetje behagelijkheid. Misschien wel de behagelijkheid van een café. En misschien ook wel het muzikaal gebied. En als je die twee dingen combineert, dan krijg je wat Hans Grondel deed uit Sleen. Hij heeft een kroeg en hij is muzikant. En wat hij precies maakte, dat zie je zometeen na het muzikale nieuws. Maar eerst terug naar de uitzending van 2 weken geleden. Isa won 2 jaar geleden het Drents Lyrisch Festival met Mama C. En dit liedje krijgt nu een tweede leven. De Vlaamse zanger Thomas heeft namelijk een eigen versie opgenomen en dat heet... Mama zei... Afgelopen zaterdag was het dan zover. Isa en Thomas ontmoeten elkaar voor het eerst hier in Drenthe in het Radio Drenthe programma Hemeltiet. We hebben een ander Drents talent, Julia Kistjes uit Dalen. In haar vrije tijd is ze volop bezig met de muziek. Ze plaatst covers van bekende nummers op haar Facebook- en Instagram-pagina, maar ze schrijft ook eigen nummers. En Just Don't Speak is het eerste eigen geschreven nummer dat ze met de buitenwereld heeft gedeeld. When the word you say... En het nieuwste liedje Take Me Home bleef de afgelopen zaterdag de live première in het Radio Drenthe-programma Volkoren. When I had to go. Sinds deze week is het nieuwe album van Dilana Smit uit, Christmas Show 2018. Het album is vorig jaar opgenomen tijdens het kerstconcert van de zangeres in de Grote Kerk in Emmen. You live deep down inside, my belly and my heart, my lungs, my legs. Op 14 december staat Dilana weer in de Grote Kerk in Emmen. En dan met onder andere als muzikale gast Hannah May. I see you everywhere. Birds flying over the ocean air. Ik ben Luc. Nou, ik ben Jeroen. Ik ben Ricardo. Ik ben Tom. Ik ben liedzanger en ik speel gitaar. Ik speel bas. Ik speel drums. Wij zijn Loveboys. Uit stad Grun dus, maar met Drentse inbreng van gitarist Ricardo. Het begon allemaal met Ricardo en Jeroen. En toen heb ik Luc en Tom gevraagd. Binnenkort verschijnt de EP Satisfied. Er wordt nog hard gewerkt aan het artwork, maar de nummers die op de EP komen te staan zijn inmiddels te beluisteren via YouTube en Spotify. Van de jonge honden van Lowpoint naar een Drents trio dat 22 jaar geleden Nederland wist te veroveren. Skik! Ik heb fietsen de doels aan en op z'n paarden te slingen. En als ik dadelijk in mijn dip voor ben, dan fiets ik de. Dan zeggen we z'n vak of in orde aan. Amsterdam met alle Dommerskanaal. Als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil al wieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al wieder, dunne weten vind. Wat achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Eigenlijk is ook fietsen en een beetje slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was. Wie dat mij was vandaag. De banden vol met vins, die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Ik had de fietsen door het boels aan en op de zandpaard langs de Duitse grens. Ik denk dadelijk in de kiep. Overal mijn schoeningsdorf. Ik sta hier te kijken bij Nienkamp. En ik sta hier in mijn denk. Wat zou ik nou doen? Links of rechtdoor. Want ik wil al hier en dan de hemel en meer. Ik kan een hek niet nodig, want ik ken het hier. Als ik dadelijk op mijn sloot, ga dan ben ik weer terug in Nederland. Ik wil al hier en dan een baan kapas. Dat we zien of ik Noord en het Oosterse bos. Eigenlijk is ook vieze en een beetje niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was. Vandaag, ik heb de banden vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klagen.
daarmee waar ik vandaan. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. I hear the train coming, rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison. Mijn naam is Hans Grondel, ik ben 33 jaar, ik woon in Sleen. En ik speel voornamelijk country en ook blues. En ik ben kroegbaas. But that train keep on rolling on down the San Antone. Ik maak al 16 jaar muziek. En de country die is wel pas later gekomen. En ja, ik vind dat erg mooie muziek, omdat het gaat over het leven. En ja, dat spreekt gewoon heel erg aan. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with guns. I shot a man in Reno, just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Johnny Cash, Folsom Prison Blues, mede ook omdat aan het eind van het jaar, 22 november, dan ga ik een festival organiseren en dan ga ik zelf Johnny Cash liedjes ten gehore brengen. Dus daarom dacht ik van, nou, dat is ook een leuk liedje om alvast wat mee te doen. Ik schrijf nu ook liedjes, ook richting de country. En de eerste liedje, The Bar, die gaat eigenlijk ook over mijn eigen kroeg. Dus over mijn eigen leven en over mijn klanten. En iedereen die binnenkomt, zeg maar, daar heb ik een liedje over gemaakt. We've got all kinds of people in here. Some come for burgers and ice cold beer. There are the ones who wine and dine. Just keep pouring, bartender, and we'll be fine. Ja, het liedje schrijven proces, dat vind ik zelf heel erg moeilijk. Ik ben best wel perfectionistisch en ik kan echt heel lang doen om de zinnen te perfectioneren. De muziek en de melodie komt vaak vanzelf wel. Maar de teksten, dat vind ik zelf heel moeilijk. Maar goed, als het liedje dan helemaal af is, ja, dan ben ik ook wel tevreden over de tekst. Enjoy the music tonight. Sing along, grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football or guitar? It doesn't matter who you are. Everyone is welcome at the bar. Het mooiste van muziek maken in het algemeen, de emoties kunnen uiten in het spel. Vooral toen ik wat jonger was, vond ik het moeilijk om altijd mezelf te uiten. En de muziek hielp mij daar gewoon heel erg bij. Ik voel me ook altijd kip lekker als ik op een podium sta en gewoon lekker muziek aan het maken ben. It's Friday, the work week is done. Blow off some steam and have some fun. Do you want a drink? This one's on me. Just return a smile, it's all I need. And you're the music tonight. Sing along, grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football? Muziek heeft wel een grote passie voor mij. Een groot onderdeel van mijn leven. Eigenlijk zonder muziek zou ik niet kunnen. En ik ben er eigenlijk elke dag wel mee bezig. Ik speel elke dag wel gitaar. En heel vaak optreden. Volgend weekend weer drie optredens in het weekend. En in mijn eigen kroeg natuurlijk boek ik heel veel muziek en ik sta daar zelf vaak te spelen. Dus ik zou niet zonder kunnen.
Het rondreizende muzikale circus Popronde strijkt neer in Meppel. En vanaf 14:00 is op 11 verschillende locaties nieuw Nederlands talent te bewonderen. En komende zaterdag de 14e editie van het Bluesfestival Hogeveen. Onder andere optredens van Brits bluestalent Lawrence Jones en oud-geriende Boo Boo Davies. En van eigen bodem Erwin Java en Julian Sars. De kaartverkoop gaat snel, dus check de tamboer.nl. Rumbones brengt zaterdag in Nieuw Café Image in Assen een eerbetoon aan de Ramones. En verder maakt de band Ragen zijn podiumdebuut. Volgens eigen zeggen smerige vette rockfriet in een puntzak. Dat belooft nog wat. Zaterdag in het podium in Hogeveen de 3e editie van het Stay Tuned Festival. Er zijn optredens van onder andere Last Sons of Eve en Dark Sky. De overeenkomst tussen de bands is dat ze allemaal een christelijke inslag hebben. En zaterdagochtend is Henk Weijgaard te gast in Hamiltiet. Hij heeft een nieuwe cd. Hij vertelt erover en speelt een aantal nummers live. Heb je tips of activiteiten, mail dan naar jammen@rtvdrenthe.nl.